In 2018 kwamen fictie en werkelijkheid opnieuw bij elkaar rond Goede Tijden, Slechte Tijden. Storytel wilde op een unieke manier jongere vrouwen bereiken. Om brand awareness te genereren, ze het luisteren naar een luisterboek te laten ervaren en ze te converteren naar een betaald abonnement. In de serie schreef en lanceerde GTST-personage Janine Elschot het door haarzelf ingesproken luisterboek Kwaad Bloed, dat in het echt ook te beluisteren is via Storytel. Ze beseft dat ze geen kant op kan als ze nu iemand tegen het lijf loopt die iets kwaads in de zin heeft. RTL en The Mol Shine en Storytel ontwikkelden een geïntegreerde campagne bestaande uit in-program-momenten, billboarding, een brandpromotion met activatie naar de website, een advertentie in GTST Magazine en branded posts op social media. In de serie waren diverse branded en non-branded momenten verwerkt. Haar hart pompt in haar keel. Ze versnelt haar tempo. In de thriller Kwaad Bloed ontvingen vier jeugdvrienden een rode envelop op de deurmat. Dit bleek het begin van een reeks dramatische gebeurtenissen. Meerdijk stond op zijn kop toen enkele inwoners in de serie ook een rode envelop ontvingen. Wat is dit? Het boek werd werkelijkheid. Fans wisten door het luisterboek te luisteren al eerder waar de personages in de serie voor moesten vrezen. Zo werd de doelgroep op een vernieuwende en creatieve manier betrokken bij het merk GTST. Door middel van een brand promotion werden de fans geactiveerd om naar de GTST-website te gaan, waar ze de eerste drie afleveringen gratis konden beluisteren. De overige afleveringen konden met een proefabonnement worden beluisterd in de Storytel-app. Billboards omlijsten het programma vanaf het moment van de lancering. En via social media posts werden de fans extra betrokken bij het verhaal. Uit de resultaten blijkt het succes. De campagne genereerde enorm veel PR. De afleveringen van Kwaad Bloed werden meer dan 50.000 keer beluisterd. In de campagneperiode werd 75% meer online gezocht op Storytel en Kwaad Bloed. 30% van de bezoekers op de actiepagina op gtst.nl klikte door naar Storytel. Storytel heeft ruim 1800 nieuwe abonnees geregistreerd. Een conversie van 7% ten opzichte van het aantal unieke luisteraars. Uit onderzoek blijkt dat kijkers GTST en Storytel een goede match vonden. En op imago-statements scoorden kijkers significant hoger. Met veel positieve recensies en reacties was Kwaad Bloed gedurende vele weken het best beluisterde Storytel originalboek.